Hout heeft altijd een grote rol gespeeld bij het bouwen van huizen. Het kan worden verwerkt in kozijnen, deuren, trappen, houtskeletbouw en zelfs in daken. Frank Habraken zal meer inzicht geven in hoe hout geoptimaliseerd wordt voor deze toepassingen. Hout is niet te vervangen door enig ander materiaal. De innovatie gaat hard in hout- en bouwsector. Ook de vraag naar minder bekende houtsoorten zal toenemen. De hout- en bouwsector maakt in het komende decennium een sterke positieve ontwikkeling door. Toepassing van hout wordt alleen maar populairder dankzij certificering door verantwoord bosbeheer. Huidige traditionele bouwwijzen maken plaats voor kostenefficiëntere bouwsystemen en toepassingen van de diverse houtsoorten. De sector dient en ondersteunt maar één belang, het gebruik van hout. Want hout boet, hout is groeiend goud. De certificering is belangrijk, omdat het voor onze kinderen en de kinderen daarna en de kinderen daarna heel belangrijk is dat ze nog steeds gebruik kunnen maken van hout. En wat voor hout het dan is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Daarvoor zijn er een aantal certificeringssystemen, het PEFC en het FSC. Wat het laatste, het FSC, garandeert eigenlijk dat je helemaal terug kunt gaan naar waar de boom ooit gegroeid is. De overheid stimuleert het gebruik van gecertificeerd hout. Uiteindelijk worden er projecten dan gerealiseerd in duurzaam geproduceerd hout. Het ruwe hout wordt aangevoerd, het ruwe hout wordt vervolgens geoptimaliseerd. Daarbij worden de slechte stukken ertussen uitgekort. In het hout worden invrezingen gemaakt waarbij er vervolgens lijm wordt toegevoegd. Daarna worden de houtstukken aan elkaar verbonden en wordt er een eindeloos stuk hout gecreëerd. Deze staven van 6 meter kunnen als grondstof fungeren voor de verdere bewerking in dit proces. In de hallen hiernaast worden vervolgens de kozijndelen teruggeschaafd naar de nette maat die de klant wil. Gekort op de lengte die de klant wil en indien mogelijk en gewenst ook geprofileerd en voorzien van de coating. Invrezingen en andere bewerking die nodig zijn om het hout geschikt te maken voor de toepassing in kozijnen. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van slimme softwarekoppelingen die het mogelijk maken om binnen 24 uur te kunnen reageren en om op die manier de klant en de markt zo snel en zo efficiënt mogelijk te bedienen.